Kijk, we zijn ook gewoon, we denken dat we allemaal heel ruimdenkend en logisch zijn, maar we zijn ook gewoon apen met speelgoed eigenlijk. En onderdeel van de allure van die speelgoed is dat, je, dat, er, dat er heel veel geluidjes uitkomen en dat er heel veel leuke, dat er, precies al die kleuren zijn afgesteld op wat je het liefste hebt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Full Charge Podcast. En in deze aflevering worden we vergezeld door Thijs Lounsbach. Psycholoog, schrijver, auteur, met name over mentale gezondheid. Klopt. Thijs, welkom. Dank, leuk om hier te zijn. Ja, opnieuw. Opnieuw inderdaad. Ja, niet zoals je zo zo op deze locatie. Nee. Voor keer nee, ja. natuurlijk uh, bij jou thuis. Ja, ja, ja klopt. En uh, hebben we het vooral gehad over routines en waarom die niet het antwoord zijn op alles. Ja, precies. Uh, ik vond... Inderdaad zijn jullie ook maar gestopt met, ja. uh, met die lijn van uh, redeneren. Precies. Okay. Ja, toen dachten we van, oh, als Thijs het zegt, dan moeten we misschien toch maar een andere kant op. Ja, ik ben blij dat ik zo'n uh, positieve impact heb <laughs> gehad. Ja. Uh, waar we het vandaag over willen gaan hebben is, uh, nou, zeker in relatie tot ook jouw nieuwe boek, Adversale ja. Media. Um, twee weken geleden hebben Estrella en ik samen een aflevering opgenomen over mentale uitdagingen onder millennial-generatie, ja. ook in relatie tot het digitale tijdperk. En het stuk social media speelt daar ook een hele grote rol in. Zeker. En ik wil hem eigenlijk ingaan steken met een hele brede vraag, zodat je zelf daar kunt filteren in je antwoord ja. wat je erover wilt zeggen. Um, wat is de invloed van social media op de millennial-generatie en misschien sowieso in het algemeen? Ja, dat is inderdaad een nogal brede vraag, natuurlijk. Maar um, kijk, ik, ik, ik ben het boek dat ik, dat ik ben gaan schrijven hierover uh, natuurlijk wel met een reden gaan schrijven. Namelijk dat ik ook denk dat het. Dat laten we zeggen, de, de invloed van social media op mentale gezondheid behoorlijk wordt onderschat. En behoorlijk her, ernstig kan zijn. Dat zal niet voor iedereen zo zijn. Maar er is zeker een groep mensen die gewoon best wel last heeft. van, van alle prestatiedruk en afleidbaarheid die daaruit komt. Um, dus ik denk zeker uh, op het gebied van jongeren. en of dat nou millennials zijn of generatie Zetters. dat zijn nu hè, dus de, de, de tieners, dat zijn wel de generatie Zetters dan. Um, de mensen een beetje van onze leeftijd, dat zullen een beetje meer de, de millennials zijn, denk ik zo, als ik jullie leeftijd zo inschat. Um, dat zijn natuurlijk twee verschillende groepen, maar die hebben wel met elkaar gemeen dat dat vaak nogal een grote invloed speelt uh, in, in het leven. Um, en ik denk dat daar toch ook wel gevaren aan zijn. Um, uh, en nou ja. Als je die onderzoeken ziet, die eigenlijk min of meer elke maand uitkomen over hoe het gaat met jongeren en hoeveel stress ze ervaren en uh, mentale klachten die ze oplopen, dan ja, de, lijkt het mij tamelijk aannemelijk dat ook sociale media waar ze zoveel tijd op doorbrengen daar een rol in speelt. Uh, dus ik ben, de, daar, daar ben ik in gaan duiken uh, voor het boek. Um, omdat ik dus geloof dat dat een van de grote gevaren wordt van de, van de komende jaren, als, als het dat niet nu al is. Precies. Maar die, zoals ik dat zo opvat, dan staan we misschien nog wel aan het beginpunt van alle problemen die dus horen met, uh, met social media. Want die zegt, hè, het, het wordt een steeds groter probleem. Nou ja, het is, het, is, het is moeilijk koffiedik kijken waar de toekomst naartoe gaat, natuurlijk. Hè? Want, uh, maar ik denk dat we op het punt waar we nu al staan, uh, best wel wat een groot probleem hiermee hebben. We hebben natuurlijk ongeveer twintig jaar nu van die sociale media Dat begon uit een keer met ICQ en, en Hives en uh, Live Journal en al dat soort. Uh, Jullie kijken me echt een beetje glazig aan. Ja. Wat, waar heb je het over? Uh, uh, MSN waarschijnlijk dan? Ja, 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 ja ik ja, ja, okay. ja. ja, hij is ja. moest even, moest even ja, er. Hij is in, ook het in het krabbelen in natuurlijk, dat weet ik ook nog oh, wel. hij heeft ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> um, En vervolgens de beginjaren van Facebook... Um, maar ik zou zeggen, er is wel een ontwikkeling geweest ook in die tijd met dit soort platforms. En die zijn gewoon steeds beter geworden in zoveel mogelijk van je aandacht en tijd kapen. Um, en die zijn ook een steeds meer invloed gaan hebben op hoe we denken en hoe we naar onszelf kijken en hoe we naar anderen kijken. Uh, en wat we van ons eigen leven vinden. Um, dus zelfs al in die twintig jaar heeft het al een behoorlijke ontwikkeling uh, uh, doorgemaakt van plekken waar je op hives en op, op beginjaren van Facebook... was je vooral bezig met de mensen die je al kende... en daarmee contacten onderhouden. En eigenlijk zijn ze steeds meer geworden tot een soort contentmachines... Uh, die er eigenlijk voornamelijk op gericht zijn... om jou zoveel mogelijk te laten scrollen en te laten kijken... Um, want dat is waar dit soort platforms geld mee verdienen: met de hoeveelheid tijd en aandacht die je eraan kwijt bent. Um, want kan, dat kunnen ze omzetten in advertenties en advertenties die leveren geld op. Um, dus, dus er is nogal een, een, een driver voor dit soort bedrijven om te zorgen dat jij zoveel mogelijk tijd eraan kwijt bent. En dat is heel leuk voor hen, maar niet zozeer voor jou. Uh, dus die verslavende, het is de, die verslavende werking die er vanuit gaat, is nu erger dan dat het ooit is geweest, zou ik zeggen. En dat is maar één van de onderdelen van het probleem. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om te voorspellen wat dan de toekomst gaat zijn. Hè? Wat, wat de so social media van de toekomst worden. Ik hou wel een beetje mijn hart vast. Wat, wat bijvoorbeeld de, de introductie van AI-technologie gaat betekenen in, in hoe die algoritmes nog beter ons, uh, ons hoofd weten te claimen. Zeg maar. Aan de andere kant is er toch ook wel langzamerhand een soort tegenbeweging ontstaan. Van uh, klokkenluiders bij Facebook die laten zien hoe dat van achter allemaal werkt. Um, uh, regelgeving vanuit de Europese Unie. Dus uh, de, de, waar dat vroeger een soort wilde westen was... en we het heel lang niet hebben gereguleerd... is dat is er nu toch ook wel een tendens naar... Dat, je, dat we eindelijk wat regels krijgen... die ons een beetje moeten beschermen tegen die uh, algoritmes. Ja. Dus een korte antwoord is... ik weet niet waar de toekomst naar... maar, maar ik, ik vrees er wel een beetje voor. Wat, wat de, wat, want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld... TikTok, wat nu wat, wat een van de meest recente is, uh, die, die is eigenlijk nog een stuk beter in, in je aandacht claimen. Zeg maar, hè? Het, is, het is heel normaal voor jongeren van nu om zes, zeven uur per dag op TikTok te zitten en alleen maar korte filmpjes te zitten kijken. Zo verslavend en leuk voor hen is dat. Um, maar goed, ondertussen kan het een behoorlijk funeste invloed hebben op je mentale gezondheid. Ja. ja. En voor het schrijven van jou. Je voor <laughs> het geven van jouw boek. Uh, ik kom ook even aan het woord. <laughs> uh, <Hallo>. <laughs> <Ja>. <laughs> zo kennen ze me nog niet hier. Nee, heb je natuurlijk ook onderzoek gedaan. En ik ben wel benieuwd als je dan een paar dingen aan moet hebben van ja, dit valt echt op of hier ja. schrok ik zelf van. Ja. Kan je daar iets van benoemen? Ja, ik, het, het, het is niet zo dat ik, um, uh, laten we zeggen, kwantitatief onderzoek heb gedaan, dus dat ik dat ik een, een, een zelf een experiment heb opgezet of zo. Maar ik ben natuurlijk wel behoorlijk in de in de literatuur getoken. Um, ik heb eigenlijk alles wat ik erover kon vinden wel, wel over gelezen. Zeker over die link tussen mentale gezondheid en, uh, en, en sociale media. En ik heb wat interviews gedaan met mensen. Um, waar ben ik nou het meest van geschrokken? Nou, een van de dingen waar ik het meest van ben geschrokken is dat. Um, kijk, je zou kunnen zeggen. Um, Zo'n zo platform als Facebook of als Instagram, die maken een product en uh, die gooien dat de wereld in. En die willen daar best wel veel geld mee verdienen en zo. Dat is allemaal uh, hun. hun, hun hun zaak. Um, en, en dan heeft dat kun je dan zien, best wel een aantal consequenties voor een aantal mensen. Hè? Mensen worden er depressiever van, krijgen er sneller angst van, worden er gestrester van. Je zou kunnen zeggen, als dat niet de opzet is geweest en ze zijn daar helemaal blind voor geweest, dan is dat nog tot daaraan toe. Maar er is wat informatie ook naar buiten gekomen in die in die. Um, heb je misschien wel gevolgd. Je had zo'n klokkenluider, Francis Haugen, die is zelf naar buiten getreden met wat er, waar wat er achter de schermen gebeurde. En ja, uit wat zij uh, in, de, in de openbaarheid heeft gebracht... blijkt dat ook gewoon dat, dat Facebook en Instagram... het wisten wat, wat de invloed was um, van hun producten op de opgroeiende jeugd. Um, en in plaats van dat ze daar iets mee hebben gedaan... of daar een paar perken hebben gesteld... hebben ze gedacht, ja, dat gaat ons een beetje te veel geld kosten. Dus dat doen we maar niet. Uh, dus, dus dat is een van de, van de meest shockende dingen voor mij geweest. Dat ze willens en wetens uh, die grens hebben overschreden. Ja. Uh, dus dat is er eentje. En maar ook gewoon wat ik wat ik hoorde van de mensen die ik interviewde over uh, um, hoezeer je in een in een, uh, hoe noem je dat, een rabbit hole terecht kan komen. Hè? Dus uh, als je eenmaal begint met. Um, met een beetje conspiracy-achtige filmpjes te kijken. dan word je natuurlijk door het algoritme steeds weer andere filmpjes gevoed. die nog even iets, iets extremer zijn. kun je echt anders door gaan denken. Um, en ik heb ook wel gesprekken gehad met uh, jonge vrouwen. die dus heel erg die prestatiedruk heel erg uh, ervaarden. Van, van bijvoorbeeld Instagram, die dan. Um, dachten, nou, nou ga ik eindelijk eens een keer een avond voor mezelf hebben en een beetje op de bank zitten en tot rust komen, en dan wel hun stories gingen bekijken. Daarachter kwamen dat er allemaal leuke borrels waren, en dan dacht ik, oh ik moet nu ook maar. Ik weet niet of ik mag schelden op je podcast, trouwens. Ja, oh, zeker. Oh, zeker. Ja, nee. zeker. Uh, van oh jeetje, um, ik moet nou toch oh, de stad in, zeg maar. Hè. Dus, dus ook weer daar, daar dat is een heel concreet voorbeeld van hoe die prestatiedruk ervoor zorgt dat je je over je eigen grenzen heen kan duwen. Ja, het is ook weer een stuk FOMO natuurlijk, wat je daarbij ja. ook aanhaalt, dus dat je weer dingen voorbij ziet komen. Fear of missing out. Ja, iedereen heeft. Het wel leuk, behalve ik, iedereen ja. heeft een heel fantastisch leven. Maar ik ben eigenlijk een loser, want ik haal die standaarden niet. Weet je dat? Dat, dat is, is ook een echt ding, zou ik zeggen. Ja, ja. en als ik dan hard op roep van uh, social media is verslavend, dan zal de ene persoon zeggen: Ja, daar herken ik me in. De andere persoon zegt: Nou, nee, ik heb er helemaal geen last van. Ja, uh, wat zijn nou bepaalde kenmerken die ervoor zorgen dat iemand verslaafd kan raken aan social media? Ja, dat, dat is een hele goede, dat is een hele goede. Ik kijk, ik. Um, ik denk dat, dat social media voor, laten we zeggen, de grote meerderheid van de mensen wel behoorlijk verslavend is. En je hebt natuurlijk verschillende gradaties van verslaafdheid. Hè? Je hebt mensen die gewoon echt uren per dag... terwijl ze heel veel andere belangrijke dingen te doen hebben... toch zitten te scrollen. Dat is de ene categorie. Um, maar wat ontzettend veel mensen zullen herkennen... en ik zelf ook en misschien jullie ook wel... Is, het, is dat je denkt... nou, ik ga nou niet langer dan een kwartier vandaag... op mijn Instagram zitten scrollen... en ah, dan zit je toch weer drie kwartier of een uur. Ja. En denk, oh ja, weet je, waar is, waar is de tijd eigenlijk heen gegaan? Dat is een hele milde vorm van verslaving. Um, dus, dus laten we daar duidelijk over zijn: dit soort algoritmes is verslavend bedoeld. Dit is waar ze voor gemaakt zijn. Um, dat zal niet voor iedereen een even grote impact hebben, natuurlijk. Hè? Dus er zijn mensen die verslavingsgevoeliger zijn dan andere ja. mensen, um, over welk middel het dan ook gaat, hè? want dat geldt ook voor gokken, seks, drugs, alcohol. Um, we weten uit, uit laten we zeggen de onderzoeken daarna dat een deel daarvan ook genetisch bepaald is. Dus je, bent gewoon, je kan een genetische kwetsbaarheid hebben voor, voor, um, voor verslaving. Uh, maar het heeft ook heel erg te maken met waar je zelf bent in je leven. Als je als je, je al niet zo goed voelt en je zoekt een beetje afleiding of je zoekt um, content waar je een beetje blij van wordt, maar dan zeg maar, dan kan dit best wel een goede manier zijn om dat te doen. Dus ik denk dat het vooral als het, al, als het al wat minder met je gaat, dan kan het een verergerende factor zijn, omdat je dan je uitvlucht zoekt op je Instagram wall of je stories. En op die manier veel langer ermee bezig bent. En dat heeft ook weer effect van hoe je naar hoe je uh, naar jezelf kijkt. Um, dus, dus het klopt dat niet iedereen even, even verslavingsgevoelig is. Maar dit soort algoritmes zijn, hè, dus die, dit soort platforms, dit soort uh, waar we nu mee te maken hebben, zijn wel zodanig verslavend dat ze bijna voor iedereen wel behoorlijk verslavend zijn. Ja, en ik hoor jou dus wel zeggen, mensen die niet lekker in hun vel zitten of wel onzeker zijn, ja. daarvoor, nou, dan word je misschien nog sneller ook erin meegetrokken omdat Zeker. je het gebruikt als een soort van afleiding. Dan hoef je niet te denken aan hoe je. Ja, dat en, en, en dat je dan misschien gevoeliger kan zijn ook voor, voor wat je ziet daar. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je kampt met een negatief zelfbeeld, of je, um, je, hebt, je hebt al het gevoel, ik loop achter ten opzichte van andere mensen. dan kan wat je daar ziet ook weer zorgen voor meer prestatiedruk. Ja, ja, gevaar is dat. Maar dan is de ja, vraag, nou, hoe gaan al... we ermee om ook, hè? Uh, ja, nee, ja, nou, ja, dat, is, dat is een deel van de vraag. Um, een, een belangrijk deel, denk ik, hè, van wat kunnen we in ons eigen leven doen? Um, dus de, daar, daar, kun, daar kunnen we het zeker over hebben. Maar ik denk dat er ook een heel groot belangrijk onderdeel is over hoe kunnen we nou... Hè, zou hier niet veel meer regelgeving over moeten komen? Uh, is het niet zo dat bijvoorbeeld als je het hebt over minderjarige jeugd, die, hè, waarvan ik net al zei, waarvan het redelijk normaal is dat je 5, 6, 7 uur achter elkaar op TikTok zit per dag. Um, zou dat niet ook iets zijn waar een overheid op moet ingrijpen? Hè? Vinden we het eigenlijk wel normaal dat dit soort bedrijven uh, zo'n grote claim heeft op de, op de headspace van, van onze jongeren? Um, dus ik zou zeggen, ja, er zijn plenty dingen die je kunt doen binnen je eigen invloedssfeer, maar misschien moeten er ook gewoon regels over komen. Ja. Um, laat niet onverlet dat, dat, dat er ook een aantal dingen zijn die je zelf kunt doen. Um, uh, en die wil je natuurlijk nu weten. Die wil ik horen. <laughs> <laughs> uh, nou, Misschien een top drie of zo. Want je kunt natuurlijk superveel doen. Ja, ja. Ja. Ik, ik, zet, ik heb tien strategieën <laughs> zitten in mijn boek. Dus ik zal er een paar noemen. Ja, precies. <laughs> um, kijk, ik denk... Uh, voor mij misschien wel het belangrijkste en meest voor de hand liggende is dat je nadenkt over waarvoor je deze platforms gebruikt en welke platforms je daar dan ook voor gebruikt. Want ik zou zeggen, het is echt niet nodig en niet zinnig en het voegt echt weinig toe als je en een LinkedIn en een Twitter en een Instagram en een Facebook en een Snapchat en een TikTok hebt. Dat hoeft echt niet allemaal. En het is allemaal, weet je, dat onderhoud je, onderhou je allemaal, dat kost allemaal ruimte in je hoofd. Terwijl de vraag is, hoeveel, hoeveel voegt het nou echt toe? Dus kies dan één platform of twee platforms waar je het meeste uithaalt... en concentreer je daarop en gooi die andere gewoon weg. Um, want je hoeft niet uh, op, op, op al die platforms een heel leven te onderhouden. Um, en denk gewoon ook, ook na over wa, waar je het meeste uithaalt. Um, en ik zou zeggen, dit soort, de, de meest positieve effecten... want die zijn er heus ook wel van sociale media... de meeste positieve effecten komen dat, uh, van het feit dat je je kan verbinden met andere mensen... Dus gebruik als je ze wil gebruiken, deze sociale media. Doe dat dan ook om sociaal mee te zijn. En doe dat niet om zoveel mogelijk content te, te consumeren, want dat is niet zo heel goed voor je hoofd. Dus doe dat dan om vriendschappen te onderhouden, contacten mee te leggen. En aanvullend op wat je in de rest van je leven doet. Um, dus dat lijkt me, lijkt me een hele belangrijke. Maar dan zeg ik: oké, okay, vanaf ja. morgen. Ga ik de platform, één of twee platformen gebruiken om echt ja. te verbinden, geen ja. content meer te kijken. Ja. Maar dan open ik die app ja. en dan krijg ik content en besnuffert. Ja, nee, precies. <laughs> dus dat is dat en, en het lastige daaraan is dat het niet alleen gaat om je bewuste gedrag, maar ook om je onbewuste gedrag. Ja. Dus je kan het wel bedenken... en je kan er wel regels voor jezelf opzetten, maar je gaat. Dus het is dus eigenlijk weet je, ik weet dat jullie ook heel erg van sporten zijn en van, van in die zin gezondheid. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je wil, um, wil afvallen. Als dat je doel zou zijn of gezonder wil leven, maar je hebt wel een zak chips in je kast liggen. Je weet gewoon op een gegeven moment ben je moe. Of dan voel je je vervelend. En dan, gaat, dan ga je toch voor de bijl. Gaat toch die zak chip open en leeg. Waarschijnlijk. Iets dergelijks is aan de hand met sociale media. Die zijn juist op het moment dat je, je even onzeker voelt. Of even verdrietig voelt, of even ongemakkelijk voelt, of niet weet wat je met jezelf aan moet. Dan is het moment dat je heel makkelijk gaat, gaat scrollen. Dus dat is. Het klopt heel erg wat je zegt dat dat het grote probleem is. Ik denk wel degelijk dat het helpt om er iets van regels voor jezelf bij instellen. En kijk, je kan ook gewoon op de een of andere manier zorgen dat er geen zak chips in je, in je kast ligt. Dus je kan. Wat, wat, wat voor mij heel goed helpt, en wat ik mensen altijd aanraad, is. Als je dit soort platforms gebruikt, doe dat dan niet op je telefoon. Bijvoorbeeld haal ze van je telefoon af. Um, want dan kan je ze nog steeds gebruiken op je computer of op je laptop. Maar dan moet je die echt eerst openklappen, die heb je niet altijd bij je. Het, het nadeel van je telefoon is één dat die platforms vaak een stuk meer verslavende functies toevoegen in hun apps. En twee, dat je dat ding altijd bij je hebt. Het is no eigenlijk nooit als je telefoon, ja, we zitten nu te praten in een pot. Dus nu is onze telefoon even niet in onze invloedssfeer, zeg maar. Ja. Maar normaal gesproken is je telefoon nooit meer dan een meter bij je vandaan. Um, dus, uh, en, en juist al die momenten dat je even in de trein zit en een beetje om je heen kijkt, of in de, in de tram zit, of op de wc zit, dat zijn de momenten dat je je telefoon erbij pakt. Um, dus je kan toch iets van afstand creëren tussen jou en die platforms door het niet op je telefoon te gebruiken, bijvoorbeeld. Dat is. Een manier om dat te doen. Er zijn ook allemaal slimme apps die je kunt gebruiken met een kinderslot en zo. Die, er voor zin, die na, na tien minuten zeggen, waar ben je nou eigenlijk mee bezig, dit wilde je het eigenlijk niet. Oké, okay, weet je, dat dus er zijn wel dat soort slimme oplossingen, maar um, op de een of andere manier jezelf niet al te veel in de verleiding brengen, net zoals met die zak chips in je, in, je, in je kast, dat lijkt me een hele goede. Ja, want ik weet dat jij uh, in de challenge, in de Food Charge hebt, heb je het ook over tint grijs. Ja. Dus wat hebben wij dan gedaan? Ja. We gaan even die telefoon op de ja. grijze ja. zetten. Nou, dat is ja. saai. Dat is dat saai, ja. ja. Misschien even voor de mensen die nog niet, ik zou niet weten waarom je dat nog niet hebt gedaan, maar de challenge hebben bekeken. Dus niet we, we weten waar je het over hebt of het boek hebben gelezen. Ga dat dan direct doen, zou ik zeggen. Maar um, in, in, klopt, ja. Dus een van, die heb, ik ooit, die heb ik niet zelf bedacht overigens. Heb ik ooit van een cursist uh, uh, geleerd, die ik een training gaf. Die zei: wat je ook kunt doen is je telefoon op grijs tinten zetten. Waardoor je dus je beeldscherm niet meer in kleur is, maar alleen zwart-wit. Dat is een of andere vage instelling die niemand weet. Omdat het voor bepaalde visuele beperkingen heel goed werkt. Um, maar inderdaad, het is gewoon knoerd saai. Ja. Uh, omdat een... Oh, kijk, we zijn ook gewoon... We denken dat we allemaal heel ruimdenkend en logisch zijn, maar we zijn ook gewoon apen met speelgoed eigenlijk. En onderdeel van de allure van die speelgoed is dat, je, dat, er, dat er heel veel geluidjes uitkomen en dat er heel veel leuke... dat er, Precies al die kleuren zijn afgesteld op wat je het liefste hebt. Dus als je die kleuren weghaalt, dan wordt het gewoon een stuk saaier om te gaan ja. scrollen. Ja. Het leuke is, Stella, die had <laughs> ongeveer drie maanden geleden had een kleuren sessie om dan te kijken van wat voor soort kleur past het beste ja bij je ja. gezicht. Hè? Dus hoe komt dat nou allemaal tot z'n recht? Dus net voor deze aflevering zetten ja, we de telefoon even aan. Geweldig. gaat dan je op dus ja. dan heb je dat ook niet meer nodig. Dus ook alleen maar voordelen. Dat, ja, nee, dat scheelt inderdaad. Ja, precies. Oh, ja. Ja. Maar laten we het zo zeggen. Die kleuren -sessies, die doen ze bij Instagram ook. Om precies ja. te weten welke <laughs> kleuren ze hier moeten gebruiken. Om, om, uh, het, is geen, het is geen wonder dat die, dat die bolletjes die je ziet als je een notificatie hebt. dat die rood zijn. want daar zijn we op geprimed. Dat dat heel belangrijk is. Het is dus, dus allemaal over nagedacht. Het uh, is dus allemaal versla zo verslavend mogelijk gemaakt. Dus dit is een manier om dat te doen. Ja, ik vond het was grappig. Ja. Of, of in ieder geval eens een keer uit te proberen. Ja. Um, mijn vriendin heeft het ook een tijd gedaan. En toen, die weet ook nog wel. Het dat, dat is dus wel een nadeel. Want je, je gaat er minder van scrollen en je gaat er minder op je telefoon van kijken. Behalve als je hem dan weer een keer van een kleur van te dan is hij weer heel interessant. Oh, ja. Die opeens van, weer van kleur. Ja. Nou goed, dus ja, laten is we een ja, ja, uh, Precies, ja. oh, het is heel vet. Ja. 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 ja, ja, ja. En heb je voor jezelf uh, bepaalde leefregels als het ware als het dan gaat om uh, social media gebruik? Ja, zeker. Kijk, dit is best een lastig onderwerp voor mij, omdat, uh, omdat ik dus heel kritisch ben op deze, op deze platforms en eigenlijk zo min mogelijk mee te maken wil hebben en echt voor dit punt gaan staan. Aan de andere kant wil ik natuurlijk ook dat juist de mensen die ermee te maken hebben dit onder ogen kunnen komen. Dus ik, zal, ik kom er ont, ontkom er zelf niet aan om op de een of andere manier wel iets gebruik te maken van dit soort platforms. Al ben ik niet heel erg blij met die oplossing. Um, maar dus een aantal, ik heb daar een aantal dingen voor. Ik heb geen social media op mijn telefoon. Nou, we hebben het over gehad. Um, ik gebruik eigenlijk alleen LinkedIn uh, en Instagram. LinkedIn doe ik zelf, Instagram is iemand die dat voor mij doet. Um, omdat ik zo min mogelijk mijn eigen leven wil verweven met, met Instagram. En ook zo min mogelijk daar in de verleiding wil zijn om te gaan scrollen. Um, dus daarom, nee, weet dat het is best als, als, als ondernemer, best een investering. Maar voor mij is dat de moeite waard, omdat ik gewoon mijn hoofd daarvan vrij hou. En dan is er toch iemand bezig met, met die, ook die boodschap op, uh, op Instagram uh, uitbrengen. Maar dan hoef ik het zelf niet te doen, zeg maar. En Instagram vind ik, vind ik nog enig, sorry, LinkedIn vind ik nog enigszins onschuldig platform van alle platforms die er zijn. Vind ik dat nog wel dat heel erg zakelijk en heel erg op, op, op professionaliteit gericht en zo. Dus dat um, vind ik zelf nog het meest onschuldige platform. Um, dus dat, dat zijn, voor mij de twee platforms waar ik het meeste uithaal tussen aanhalingstekens. Um, dus dat, uh, dat, is hoe ik dat doe. Ja, okay. ja ik moet wel zeggen, ik ben laatst tijd steeds meer aan het verdiepen in LinkedIn. Mm -hmm. Maar ook daar merk ik wel van, je zet iets op en hoe snel mensen ook reageren. Ja. Dat ik denk. Is dit de werkdag dan? Van, of hoe, hoe kan ja. het? Ja, ook dat is weer verslaafd. Uh, ja, ja dat, absoluut. Maar ja, vergis je niet, een gemiddelde kantoorbaan heeft ook gewoon momenten dat je andere dingen. Sorry, ik zit te klikken. <laughs> heeft ook gewoon heeft ook momenten dat je andere dingen aan het doen bent. Dus het is ook niet, niet wonderbaarlijk dat nu.nl en AD.nl natuurlijk best wel veel bekeken worden tijdens de werkdag. Want je kan ook niet. Acht uur lang ingespannen zitten werken. Maar het, het valt inderdaad op. En er zijn heel veel mensen die gewoon wel um, als ondernemer hun business uit, uit LinkedIn halen. Zeker. En dat vind ik wel mooi aan LinkedIn. Dus je, daar kun je nog wel echt. Connecten, meer ja. voor mijn gevoel dan op andere kanalen. Ja, dat, dat, denk, dat denk ik ook wel. En wat daar ook, ook goed in werkt, is dat je toch. Um, uh, dat, dat, dat doet Instagram dan bijvoorbeeld helemaal niet. Maar je kan best wel als je een stukje informatie deelt, of je schrijft een stukje, of je schrijft een column, of ik, ik gebruik dan veel voor de columns die ik, uh, die ik schrijf. Um, of een post waar mensen echt wat aan hebben, dan wordt het ook uh, redelijk snel gepusht naar, naar andere mensen hun tijdlijn. Dus je komt ook nog wel eens dingen tegen die je niet al van tevoren had bedacht, zeg maar. Uh, ik spreek mezelf natuurlijk weer een beetje tegen. Uh, maar goed. Uh, dus, uh, over de alle... uh, al gesproken. Uh, uh, allerlei redenen waarom, waardoor ik nog LinkedIn... een van de meest onschuldige platforms vind. Zeker als je het vergelijkt met TikTok of Instagram. Ja. Ja. Maar je zegt nog. Verwacht je dat dat ook uh, anders gaat zijn? Of uh, doe je daar uh, geen uitspraken over? Dat, dat weet ik niet precies. Ik, ik, ik moet je zeggen, ik vind het, het zakelijke karakter van LinkedIn... vind ik wel prettig. Want dan uh, verweef ik het ook minder met mijn persoonlijk leven. Ja. ja, dat herken ik wel. Ja, en wat jij zegt herken ik me ook in van uh, ik hou zelf ook niet van social media, maar toch heb ik af en toe dan periodes om op onderzoek te gaan, ook ja. in het ondernemerschap, van wat wordt er al in gezegd. Ja. En dan merk je ook echt hoe krachtig die platformen zijn. Ja. Dus dat je dan op een gegeven moment ook ja, een drie kwartier weer aan het scrollen, totdat je op een gegeven moment denkt van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En ik voel ja. me er steeds minder door. Uh, dus dan, ja, dan merk je gewoon weer die verslavende werking daarvan en dat ze alle elementen weten te combineren om jouw aandacht. Zo lang mogelijk vast te houden, ja. en dat is natuurlijk het verdienmodel. Um, ja, nee zeker. Dus dat is, uh, daar zijn ze gewoon heel goed in. En dat wil het, ja. nogmaals, dat wil niet zeggen dat er geen positieve kanten zijn aan het gebruik van sociale ja. media, want die zijn er heus wel. De vraag, denk ik, die, die heel belangrijk is, uh, zeker voor jonge mensen in, in, die nog in het midden van hun ontwikkeling staan, zeg maar, is uh, wegen die voordelen op tegen de ook daadwerkelijke nadelen die er zijn. Ja. Um, en dat Zeker als je het hebt over, over het brein van een 14, 15, 16-jarige die gewoon heel erg gevuld wordt met alles wat het ziet, euh, vraag ik me dat wel eens af. Ja. ja, want ik moet dan ook gelijk denken aan een, een verjaardag waar we dan laatst waren. En dan, ja, dan zie je dus met een jonge generatie die zitten, ook tijdens de verjaardag heel erg op TikTok. Ja. En het lijkt dan ook wel een soort van een groepsdruk... omdat ze dan heel snel aan elkaar laten zien van heb je dit al gezien? Heb je dat ja. al gezien? Dus ook al zou je dan, ook al ben je 14, 15 jaar, wat er onwijs knap is, als je dan zegt van nou, ik, ik ja. heb daar niks mee. Um, Eigenlijk word je er een soort van in meegenomen, omdat de rest dat ook allemaal doet. En ik denk dat dat ook nog een element is van. Ja, hoe jonger je natuurlijk ermee begint, hoe lastiger het ook is om daarin bewuste keuze te maken ja. en te kunnen zeggen van ja, maar ik wil dit niet. Klopt, en dat is dat is ook wat je. Hè, dat, het, dat, dat noem je het netwerkeffect. En dat is vaak hè, dus de, de, laten we zeggen, de sociale media platforms die dat goed hebben uitgedokterd. Die die, dokterd, die worden de belangrijkste en grootste spelers. Dus wat is het netwerkeffect? Als heel veel van je kennis op zit, erop zitten. Of heel, heel, eigenlijk iedereen die je kent, die zit erop. Dan moet je er zelf ook op. En dan ga je er ook niet meer af, want dan, dan, dan sluit je je af voor wat er in de gemeenschap gebeurt. En dat doen wij als mensen niet graag. Uh, dus hoe, hoe meer mensen erop zitten, hoe groter de kans dat jij er ook op gaat, en hoe, hoe kleiner de kans dat je er ook weer af gaat, ook al heeft het uh, slechte effecten voor je mentale gezondheid. Ja, het is echt een ding, hoor. Want ik, ik zit ik in heel veel groepsappen, ook met familie en dingen. En ik, ik lees dat echt nooit. Ja. Ja, één keer per jaar. Dan ga ik eens... Uh... Oké. Okay. Wordt... Jij bent zo iemand die dan 178 nieuwe berichten heeft. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Je hebt, je hebt het, twee soorten ja. mensen. Je hebt mensen die nul nieuwe berichten hebben. En mensen die ja, ja, ja. 699 nieuwe berichten hebben. Sorry. Maar het, het wordt natuurlijk echt opgemerkt. Het wordt opgemerkt dat ik het niet... Ik reageer nooit. Ik feliciteer niemand. Ja. Ik, in real life, ja. Maar... Ja in die apps niet en dan wordt ik echt wel gezegd van ja dat stond al in de app denk ja dat kan ja, weet je maar ja. ik heb het niet gelezen en het, ja. ik wil het gewoon zo horen maar je merkt gewoon dat er ja er wordt wel je valt er eerder buiten als je het niet doet ja, ja. Dan wel. Ja. En dan moet je wel gewoon sterk in schoenen staan. Van ja, maar dit is hoe ik het doe. Ja, precies. Dat heeft weer met eigenwaarde te maken. Van hoe ga je dan om met die situatie om ja. te verklaren dat je minder social media gebruikt? Het heeft of... met eigenwaarde te maken. Het heeft ja. ook te maken met dat we, dat we eigenlijk een soort van deze regels aan het uitvinden zijn of zo. Hè? En dat je, ik ben heel erg ik, uh, ervan overtuigd dat you teach others how to treat you. Hè? Dus je bent zelf, je laat zien hoe, hoe, je, hoe je wil dat er met je omgegaan wordt. Um, uh, maar ik, ik vrees natuurlijk ook wel voor een situatie waarin we echt helemaal afhankelijk zijn voor al onze communicatie van. De firma uh, meta of Facebook. Hè? Want daar ja. is nu WhatsApp is natuurlijk ook weer van meta. En het is eigenlijk ja? ook weer een manier waarop ze uh, proberen om zoveel mogelijk data over je te vergaren en het nog verslavender te maken voor je. Uh, dus ook dat is niet heel. Um... Kijk, ik, in, in mijn boek haal ik WhatsApp er een beetje uit. Omdat ik eigenlijk het voornamelijk heb over, over de, um, de platforms die, die heel erg door een algoritme gedreven zijn en heel erg content aan het pushen zijn. Wat WhatsApp natuurlijk niet echt is. Want je hebt over het of mijn contact met de mensen die je al kent, um, dat maakt het anders dan een Instagram of een TikTok. Uh, maar ook, ook WhatsApp is behoorlijk verslavend. Ja, ja, mm -hmm. het is maar wat. En zeker als we daar helemaal van afhankelijk worden, omdat iedereen altijd alles via de app doet, dan ja, ja dan. dan je hebt altijd die ene persoon in je vriendengroep of in je contactengroep die geen WhatsApp heeft. Nou, dat is verdomd lastig uh, afspreken dan. Als ja. iedereen in een groep zit en je moet iemand nog. exp. Oh, wie, wie belt Joost? Oké. Okay. Uh. Op een gegeven moment laat maar. Ja, op een gegeven moment, ja. ja Joost ja. komt wel goed met Joost. Ja. Ja. Ja, of Joost valt ja. buiten de groep. Dat, ja, het, ja. ja, precies. Ja. 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 Maar goed, ja. Ja, ga je daar bewust voor Dat is ja, ja. best ja. wel. Uh, ja. En daarom vind ik wel wat jij zegt. Van ja, we moeten eigenlijk vanuit. Hogerop gaan kijken, van moeten hier niet laat ja. regels of iets voorkomen. Want anders wordt het zo moeilijk om. Ja, ik, ik, denk, ik denk sowieso dat we dat we gebaat zijn bij, bij regels over. Wat deze bedrijven mogen en wat ze niet mogen. Want ik denk dat je een hele fundamentele vraag kunt stellen voor de hele bevolking: van hoe wenselijk vinden we het dat een bedrijf dat dit businessmodel heeft. gewoon mag opereren? Maar waar ik me meest zorgen over maak, is die groep minderjarige jongeren. Die, nog, ja. um, die het soms best wel lastig vinden om zich daarvan af te sluiten. omdat ze ook nog zo volop in, on in ontwikkeling zijn. Um, maar wel dus. Weet je, ik, heb, ik, 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 ik dacht, ik ga, ik ga dit boek schrijven. Ik ga mezelf verslaafd maken aan TikTok. Dat is niet helemaal gelukt. Want ik snap, ik snap TikTok niet zo goed. En het is niet. Ik ben, een, ik ben gewoon een beetje te oud voor TikTok, is eigenlijk de situatie. Dus ik snap de beeldtaal niet. Ik snap de humor niet zo. Je ja, maar, maar heb niet ook gaan dansen op een gegeven moment dat je dat, nee. nou, dat wil ik ook. Nee. <laughs> oh. uh, ik, heb, ik, ik heb waarschijnlijk ben ik veel te kort met die app bezig geweest, omdat ik veel, veel te zenuwachtig van werd om, om daadwerkelijk het algoritme te trainen om een hele goede content te geven. Maar ik snap wel wat er verslavend aan is. Mis. En er zit ook echt alles op en ongefilterd, zeg maar. Het gaat van. Ik ga jullie natuurlijk niet uitleggen wat je allemaal op TikTok kan zien, dat weten jullie al lang. Maar ik schrok wel van de hoeveelheid bagger, ook die je krijgt over uh, geweld. Um, uh, harde grappen over mensen, afzeiken. Um. Mensen die zeggen dat het belachelijk is als je geen sixpack hebt, weet je dat alles komt ongefilterd binnen en dat is ook voor het brein van een 14-jarige zo. Uh, misschien nog wel erger, want het, dat is waar die vervolgens het referentiekader mee krijgt over de rest van de wereld, zeg maar. Hè? Um, dus ik maak me vooral over de, over de groep kinderen en jongeren nogal zorgen. Ja, ja, dat, dat deel ik ook met je. Want wij weten nog hoe het is om ja. Ja, te leven zonder social media, zonder constante verbinding met internet. Ja. Maar als je natuurlijk opgroeit en uh, er wordt gezegd van... nou, het is misschien verstandig als je iets minder het in social media gebruikt. Ik denk dat vooral ook de jonge generatie dan aankeert van... ja, maar wat moet ik dan doen? Ja. Ja, ook wel. Social media is vaak ook gewoon nou, vier uur per dag of misschien wel meer. Ja. Ik weet niet of jij de, de exacte cijfers nu van hebt van het gemiddelde voor de, jongeren. Ja, dan zit je aan dat soort, uh, dat soort cijfers. Ja, ja, ja. En, dus, zeker, en zeker dus, de, de, de want er is ook nog een verschil tussen jongens en meiden. Overdag zeker jongens van die leeftijd vinden social media iets minder interessant en zijn meer aan het gamen. Uh, meiden maken dan juist weer meer gebruik van sociale media. Um, dus ook daar is een verschil. Maar het is, het is gewoon schrikbarend veel. En zeker voor de, voor de groep die de grootste gebruikers is hiervan. Um, en we hebben natuurlijk best wel uh, uh, de afgelopen 10, 15 jaar. een, een, een discussie gehad over de pornificatie van, van het internet. Hè? Dus ook dat. Um, dat ook doordat het allemaal beschikbaar is geworden... en doordat je met een paar kliks ben je op de meest vuige websites... dat doet ook iets met je, met je opgroeiende brein, zeg maar. Als je vanaf je twaalfde, dertiende... wanneer je geïnteresseerd raakt in, in seksualiteit... dat vooral als ankerpunt ziet... dan doet dat iets met je beeld over wat seks is. Ja. Um, uh, en dat is echt niet een heel positieve invloed, zeg maar. Hè. Maar eigenlijk zie, zie je nu hetzelfde, maar dan... Uh, op, op een hele commerciële manier met de sociale media. Het gaat allemaal over vaak geld, materialisme. Weet je, dat soort, dat soort waarden zitten erachter. Um, uh, snel geld verdienen. Uh, er beter en mooier uitzien dan anderen. Dus dat is, dat is dan je referentiekader. Uh, en zeker als je dat uren per dag doet. Dat is ook waar je je brein mee traint. Over wat je normaal vindt. En hoe je je brein wil gebruiken. Dus ik maak me ook wel eens zorgen over. Weet je, die, die groep. Die vijf, zes, zeven uur op TikTok zit. Ja, dat, als je dat een paar jaar volhoudt, kun je daarna dan nog een boek lezen, zeg maar. Hè? Gaat het nog lukken? Of, of lukt het je wel om je te concentreren op een toets die je moet maken voor je studie? Weet je, dat, dat zijn dingen waar we echt over na moeten denken. Ja. ja, plus de verwachtingen die je dan hebt als, oh, dat is dus normaal. Ja. Als je dat wil gaan najagen, ga nou, hoe mentaal ga je dan kapot? Ja. Nou ja, ja. precies. Ja. 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 Oké, okay, genoeg om over na te denken. Oké. Okay. Geen vrolijke, hey. geen vrolijke aflevering, dit. Maar, maar goed, het is ook niet vrolijk. Nee, ja, dat zegt <laughs> mij ook. We is altijd heel nuchter en positief. Maar dit soort dingen zijn gewoon niet nee, positief. Dat, dat kunnen we ook niet maken. Ja. Als de kijkers en luisteraars nou één ding mee moeten nemen. onder ja. aan social media. Ja. wat zou jij dan mee willen geven? Nou, kijk, ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is. om in ieder geval te snappen hoe het spelletje gespeeld wordt. En dat er een spel met je gespeeld wordt en wat de belangen erin zijn. Um, dus, dus of je er nou voor jezelf de keuze maakt om er gebruik van te maken of niet snap gewoon dat deze algoritmes erop ingesteld zijn om zoveel mogelijk tijd en aandacht aan je te ontfutselen en dat ze soms heel leuk zijn maar dit is ook wel hun gevaren hebben um, en, en snap in ieder geval wat het spanningsveld is waar je in begeeft en maak dan je eigen keuzes um, en besef dat, dat deze dingen niet altijd even goed voor je zijn en zo verslavend mogelijk zijn dus dat je daar wel verstandige keuzes in moet maken nou, mooi einde. Ja, de laatste nog, even, uh, maar uh... het boek natuurlijk. Uh, sociale <laughs> oh, media, ja. ja. En uh, ja, ik denk overal te verkrijgen. Ik, ik denk, het denk, ja, ik, <laughs> ja. ik weet niet meer deze wordt uitgezonden. maar <laughs> ja. ik vermoed van wel. Ja, ja en, 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 we hebben ook nog uh, de challenge uh, van voor charge, um, die wordt gereleased op 18 september. En dan is deze aflevering ook online, dus uh, voor alle medewerkers die toegang hebben tot voor charge. Um, ja, ik stel voor om die challenge gewoon te gaan volgen. Als je op ja, dus social je nou media zit. Als je het gevoel hebt van ik zou. Ik, 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 ik herken mezelf wel in het beeld. Ik zit altijd net even iets te veel op social media. Ik zou wel wat willen minderen. Omdat ik ook andere dingen met mijn leven wil doen. <laughs> Dan is dit misschien een goede om eens naar te kijken. Ja. Top. Dankjewel. Waardevolle aflevering. Graag gedaan.